Dansende Muizen. Dat is Mink's maandelijkse column. En dus deze is van februari, zeg maar even. Of maart, dat lijkt hij niet hoor. Even een stokje koffie. Dat is ook een beetje gewoonte, hè, dat koffie drinken. Ja. Dansende Muizen. Van een goede gozer laatst een grote fles trappistenbier gekregen. Heb hem opengetrokken. Had ik even nodig. Van de week voelde ik hem al aankomen. Het ging niet goed. Gisteren bij het naar bed gaan wist ik dat bij het ontwaken haar tijd gekomen was. Ze kreeg geen lucht meer en werd broodmager. Zelfs makreelfilet, zalm, beenham, ongemarineerde saté en te dure zakjes miauw konden haar eetlust niet meer reanimeren. Heb haar nog onder de dekens genomen. Vond ze altijd heerlijk in, zo in mijn knieholte. Maar het was te benauwd, denk ik. Toen de haan 3 keer gekraaid had, lag ze nog niets vermoedend in een diepe slaap. Ik aaide haar fluweelzachte vacht. Ze keek me met haar ene lieve oog aan. Ik voelde me een schoft. Maar voor ze plots door verstikking het leven zou laten, was een zachte dood op de harde tafel van de fantastische dierenarts helaas het beste alternatief. Het tijdperk Trace, Truus en Toon was passé. Zo werkt dat helaas. Mijn eenogige schatje, de barones en het Haagse straatschoffie. Alle 3 in het verleden verdwenen. Toen ze jong en kittig waren, was het een ware lust om ze op te nemen. Toen klaagde ik ook niet. Bij thuiskomst geen welkomstcomité meer in de vensterbank. Geen kopjes meer tegen de binnenkant van mijn deur voordat de sleutel het slot raakt. Geen krijsende bonje meer in de tuin. Geen dode meeuwen meer om bij het uit bed stappen in te trappen. Geen kordaat klappend kattenluik van een thuiskomende nachtbraker. Geen plotsklapse neuzen om me heen als ik de koelkastmuis stil open. Deze zomer wellicht een berg vrolijk fluitende vogeltjes in de tuin. Misschien nu tijd voor een leuk hondje in het café. Bij het naar bed gaan zie ik de kuil in het dekbed waar Trace zo net nog lag. Slik, snik. Trace, Truus en Toon. Het was enorm aangenaam. De trappist is op, de katten van huis en laat de muizen nu maar dansen. Dat is, de tekst is van mij, Mink Oud. En de bundel is verkrijgbaar op www.conkshop.nl. C-O-N-C-K shop.nl. Dat was het. Het is niet zo'n vrolijk verhaal, maar ik ben er wel overheen hoor. Je hoeft me niet te condoleren, is niet nodig. En er zit ook nog een schilderij bij. Want dat doe ik altijd als ik deze column schrijf, wil ik daar een schilderij bij. Dat vind ik altijd leuk. Ik hou van schilderijen. Ik zeg, we nemen een bakje koffie. Goedenavond.